Misschien hebben jullie de livestream van een aantal dagen geleden gezien waarin ik Gil heb gepusht. Het ging redelijk totdat Brawl Stars vastliep en in één keer baf kreeg ik min 25 trofeeën. Twee potjes achter elkaar liep het vast en werd ik gewoon laatste. Echt super frustrerend. Helemaal als je boven de 900 trofeeën aan het spelen bent. Maar ik laat me niet zomaar uit het veld slaan. Nee, ik ben gewoon door blijven strijden daarna. Het is nu een dag later en jongen, ik ga als een raket. Ik ben gewoon lekker doorwezen pushen. En zouden die potjes van gisteren hier nog tussen staan? Ja, hier. Dit waren die potjes van gisteren. Hier werd ik tiende. Hier. Oh nee. Waar zijn de potjes van gisteren? Ja, dit waren wel de potjes van... Oh nee, gisteravond daarna ben ik ook nog door gaan spelen. Maar het ging in ieder geval niet goed. Maar ja, vandaag gaat het dus beter. En heb ik bijna de rank level 30 gehaald. Nog één potje spelen en als ik het goed doe, is die binnen. Oh, dat is wel heel erg lekker. Maar voordat we verder gaan, smash dat duimpje omhoog. Zouden we de 3000 likes kunnen halen op deze rank level 30 push video. Zou heel nice zijn als dat gaat lukken. Want het kost best wel wat tijd om zo'n knokker te pushen. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan... En eventjes iets anders, want ik doe binnenkort een meet and greet dag in samenwerking met Panna. En eerst kun je alleen een gratis ticket krijgen door een abonnement te nemen, een jaarabonnement. Dat kan nog steeds trouwens, je kan een gratis ticket krijgen voor de meet and greet via een jaarabonnement. Maar je kan nu ook losse tickets kopen voor 15 euro, mocht jij op de een of andere manier niet een jaarabonnement willen nemen. Dus zeker weten even te checken waar het link staat in de beschrijving. En nou, misschien zie ik jou dan op de meet and greet. Ik denk dat ik bijna nooit verder meet and greets ga doen, dus dit is wel even van je weinige kans of zo. Maar laten we nu maar verder gaan met de video. Ik zal even mijn gratis krachtpunten... Ah, nou, dat doen we in de volgende video. In de volgende video ga ik die wel inzetten. We gaan nu gewoon lekker spelen met Gil. Oh ja, en check Bowser aan mijn kleding. In de aanbieding op bowser.nl. En gebruik de code Bowser. Maar ik zie jullie nu op het moment dat het potje gaat beginnen. En als we in de top 2 komen, dan heb ik al rank level 30 Gil. Dus dat is al voldoende. En ik was trouwens eerst in Showdown Plus aan het pushen. Maar daar heb je nu als momenteel als map van de dag... Oproergrot, dat is met al die kleine gangetjes. Daar is Gil helemaal niet geschikt in. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik gewoon Showdown spelen. En toen kwam ik er tot mijn verbazing achter dat gewoon Showdown eigenlijk een veel betere optie was. Want dat ging veel makkelijker. Ja, op de een of andere manier, mensen teamen wat meer. En het is eigenlijk de afstandknokkers tegen de tanks. En de afstandknokkers die winnen eigenlijk standaard. Je moet gewoon proberen snel mogelijk al die tanks dood te krijgen. Dat is het eigenlijk. Die Lola's zijn met elkaar aan gevecht. Dat is eigenlijk dan niet de bedoeling. Oké, ja, kijk. Die stoer die is dus nu al momenteel al bezig met die El Primo. En dat ga ik dus ook meteen doen. Kijk, je moet gewoon proberen meteen die El Primo set zo te pakken. Ik zal hier even Tornado neerzetten. En dan kunnen we hem nu wel hebben. Ah, no. Moeten we even een beetje uitkijken. Oké, top. Ik heb hem nu te pakken. Ik zal een beetje spinnen. Kijk, dat is het eigenlijk. Het is gewoon de afstandknokkers tegen de tanks. En de tanks hebben geen schijvenkans tegen de afstandknokkers. Waardoor je eigenlijk vrij makkelijk kan pushen, kwam ik achter. Bijvoorbeeld die Shelly die daar staat. Oh, nee! Domme Gil! No, waarom zou die Gil mijn backstab? Oh nee, nu krijgen we min 3. Nou is het gelukkig min 3 en niet min 10 of zo, maar dit is wel frustrerend. Dan zit ik net mooi te vertellen over hoe het werkt en dat alle afstandknokkers tegen de tanks gaan. Gaat die Gil mij backstappen? Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kijk, het hoeft ook niet meteen in één keer goed te gaan als het maar wel in 2-3 keer goed gaat. Kijk, ik wil niet nu nog een potje verliezen. Daar heb ik echt geen zin in. Bus is trouwens heel chill om tegen je te hebben. Ja, dat sowieso. Ik ga eventjes hierheen. En dan kunnen we dit kistje ook nog openen. Ja. Want ik heb het al wel eens laten zien in de livestream. Bus kan je echt heel makkelijk killen. Dat is echt niet normaal. Oké, daar is een Ems. Dus dat is ook wel een chille knokker. Ik zal die El Primo nu gewoon gaan pakken. Ja, want die kan niet zoveel. En wat gaan we nu doen? El Primo, je bent eraan, jongen. Je bent eraan. Waarom gaat die... Oh, stomme Shelly. Oké, nou, dan pak ik hem op die manier. Jongen, kijk. Dat is mooi. Die MC gaat ook meteen op die Shelly. Dat is het gewoon. Zo werkt het eigenlijk een beetje. Nice, Sandy. Oké, kom. Ik ga die Sandy helpen. Ik zal mijn Tornado aanzetten en dan kunnen we hem hebben. Hoppatee. Kijk, dat is het chillen aan Buzz. Met die Tornado kan hij helemaal niks meer. Ik was eigenlijk net iets te laat met die Tornado inzetten. Want eigenlijk had ik hem iets eerder moeten inzetten. Dan had hij niet eens een super in kunnen zetten op mij. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb overleefd, dus daar gaat het om. Oh, nee. Nee, stomme MC. Waarom gaat het nu dan niet goed? Jongen. Ik heb zoveel potje voor goed gespeeld. En net op het moment dat ik hand neem, dan gaat het weer shit. Zul je altijd zien, hè. Oké, rustig blijven. Dat is toch een van de belangrijkste dingen. Rustig blijven. Niet meteen heel gek doen. Ik zou even een beetje spinnen. Ik hoef niet die kistje. Dat kistje mag jij hebben, jongen.
Als ik maar in ieder geval zo meteen ook één kistje mag openen. Ik ga dit kistje openen. Bus, jongen, je moet wegwezen. Je moet wegwezen. En ik zal even hier die tornado neerzetten. Kijk, en dan kan die bus helemaal niks meer. Ja, dan kan die helemaal niks meer. Die bus, jongen. Wat was je van plan dan? Oké, nice. Dit gaat al iets beter. Even HP erbij. Dan kan mijn shield eventjes laden. En dan hebben we mooi wat kistjes. En ondertussen zijn er nog maar 6 knokkers over. Dus dat is ook wel lekker. Nu moet ik even eerste worden of tweede. Gewoon even lekker wat plus trofeeën. Die vorige potjes weer eventjes goed maken. Want ik heb nu min 6 trofeeën gekregen. Dat is nog te overzien. Maar het is niet super chill. Colt, jongen. Ik wil gewoon teamen. Waarom vallen opeens al die afstandsknokkers mij aan? Terwijl dat eerst wij allemaal lieve teampjes waren. Eerst zaten we mooi te teamen en nu is het in één keer helemaal allemaal iedereen boos en iedereen niet lief voor elkaar. En oké, hier zit inderdaad de knok. Ik zal even die Shelly wegpushen. En dan kunnen we misschien samen met die Leon die Shelly pakken. Dat zou mooi zijn. En wat gaat die Colt doen? Geen idee, maar ik moet even een hogere plek halen dan 50. Oké, hier die Shelly die kunnen we nu hebben. Denk ik. Ja, waarom gaat die Colt niet op die Shelly? Die Shelly die is nu even gevaarlijk. Die is irritant. Ik mag die Colt nu echt niet, jongen. Ik wil echt heel graag die Colt killen. Ja. Oké, weet je wat? Ik ga hem gewoon pushen naar boven. Moet trouwens wel een beetje uitkijken. Voordat ik zelf gekilled ga worden. Want dat moet natuurlijk ook niet. Want daar worden we ook niet gelukkig van. Ik zal even mijn tornado aanzetten. En... oh nee! Ik had hem nog wel volgens mij. Maar dan word ik 5e. Jongen. Ja, dit is natuurlijk wel het pushen van de rank level 30. Soms gaat het goed. Maar soms gaat het ook op deze manier. En gaat het helemaal niet goed. Ja hoor, eindelijk een keer een potje waarvan ik denk... nou, dit kan wel wat worden. We zijn namelijk met 3 gills en we maken iedereen kapot. Oké, dan moet het nu goed gaan komen. Oké, ik heb nu mijn super, dus dat is chill. We kunnen even kijken of we die boel kunnen pakken. Hier zit namelijk een boel die natuurlijk irritant is. Ja, en die gaat nu ook dood. Helemaal top. En dan gaan we nu deze Mortis pakken. Ja, want die moet natuurlijk ook gekild worden. Kom hier dan, Mortis. Kom hier dan. We maken je kapot. Sowieso dat hieronder ook wel een kill zit. Oké, jij mag hem hebben, kill. Helemaal top. Ja, dan is die ook dood. Dan hebben we nog 1 iemand te gaan. En dan zitten we weer een keertje in de top 3. Eigenlijk is het wel sneu op deze manier spelen. Maar het is ook zo wel heel erg chill. Oké, wat gaat die Mortis doen? Ik zal hier even een tornado neerzetten. Dan kan hij geen kant meer op. Ondertussen wordt die andere kill gekild. Dus dat is ook chill. Dan moeten we eigenlijk nu alleen maar wachten totdat die Mortis doodgaat. En dan hebben we een mooi top 2 plekje. Dus dat zou chill zijn. Ik ga wel uitkijken voor die andere kill. Want ik heb geen zin namelijk dat ik eerst gekilled ga worden. Ik wil nu wel even tweede worden. Gewoon zorgen dat we in ieder geval die top 2 plekken hebben bemachtigd. Wat gaat die Mortis doen? Ja, die gaat dit nooit meer overleven. Nee, dat gaat hij inderdaad niet. Oké, top. Dan heb ik 1 krachtpunt extra. Maar dat is 9 tegen 4. Dus dat is wel een beetje shit. En we moeten alsnog het beste van proberen te maken. Maar dat gaat wel pittig worden. Dat gaat pittig worden. Dus ik ben benieuwd of dit een beetje gaat lukken. We kunnen misschien hier nu hier iets wegduwen. En dan kijken of dit gaat lukken. Nee, ik was wel dichtbij. Maar we zijn weer een keertje tweede geworden. We zitten nu op de 992. Trouwens, ik sta wel heel hoog in zeg maar Nederland qua gil zijnde. Lokaal knokkers en met gil moet ik even kijken. Ik sta nu gewoon 4e. Ik kan gewoon misschien eerste worden. Misschien is dat wel leuk om binnenkort een keertje voor te gaan strijden. Maar nu eerst even de rank level 30 halen. Want dat is voor nu al moeilijk genoeg. En het duurt zo lang dat wachten tussendoor. Dat is echt niet normaal. Als ik dit potje nu weer eerste word, dan heb ik het gehaald. Dus even een keertje weer eerste worden. Dit is al een paar potjes geleden. Dus het mag ook wel weer een keertje. Crow is trouwens een heel irritante knokker. Dus ik heb eigenlijk geen zin om met die Crow te teamen. Dus ik ga gewoon lekker naar deze kistjes. En dan gaan we hier even de boel openen. We kunnen trouwens die Shelly even gaan pushen. Shelly is namelijk irritant. Zo top. En... zal ik even een beetje gaan spinnen. En die Ems, die wil ik wel als team hebben. En die Tara ook. Dus dat is helemaal top. Mag ik die hebben, Tara? Dankjewel. Ik wil trouwens een beetje uit de buurt blijven van die Ems. Want ik vind Ems wel gevaarlijk. Maar ja, ik vind de Tara ook gevaarlijk. Maar ik sta hier een beetje bij het muurtje. Dus dan kan ik in ieder geval iets. Kijk, Ems, dan mag je nu een paar hits doen.
Dan moet je gewoon een beetje om en om een paar hits doen. Dan is dat helemaal prima. Oké, nice. Dan kunnen we allemaal onze super halen. Dan is iedereen blij. Oké, die Ems, jij mag nu ook een paar hits doen. Nee! Stop met Tara! Nee! Oké, wel mooi dat die Tara zelf ook dood is. Met 10! Shit! Oké, ik doe de camera even uit. Ik ga even geconcentreerd voor mezelf spelen. Ik zie jullie zo meteen weer als we wat verder zijn. En we bijna de rank level 30 hebben. Zien jullie wat ik zie? Oh. Nee, man. Ik zit gewoon op de 950 trofeeën momenteel. Ik had één potje nodig. Één win. En ik had gewoon de rank level 30 gehad. En ik ben nu weer zo ver weg. No! Ik stop met solo shodo spelen. Ik ben er nu helemaal klaar mee. Oproegrot, dat gaat hem niet worden. Ik wacht wel totdat er binnenkort weer een betere map is. Jongen, de laatste potjes. Ai. Ik was er zo klaar mee. Echt niet normaal. Echt. Poeh. Nou ja, maakt niet uit. Hopelijk ga ik binnenkort alsnog rank level 30 kill halen. Maar nu is het nog niet gelukt. We moeten het binnenkort maar proberen. Trouwens, ik heb mijn belichting helemaal niet goed. Nou, nu wel. Maar dan was dit het voor deze video. Binnenkort hopelijk wel rank level 30 kill. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij gewoon plezier mee. En dan check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.